Dus de mevrouw is hier de straat in komen rijden. Hier tegen de muur aangeramd. Frontaal op de eerste auto waar ze dacht dat de plek was. Weg wilde rijden en daardoor de rode auto heeft geramd en alle de drie auto's tegen elkaar heeft doen knallen. De vrouw probeerde nog weg te komen, maar een agent die thuis was hoorde het kabaal en heeft haar uiteindelijk uit de auto getrokken en gezegd van stoppen, dit kan niet en hier blijven. Vanochtend zien de buurtbewoners de schade pas echt goed. Schade aan de auto's is fors. Zeker niet lekker wakker worden, want zo'n ravage die hier voor je deur is aangericht door een medebuurtbewoner. Nee, dat is niet leuk. Hij stond zo mooi tussen de lijntjes geparkeerd en nu zit hij bijna in het vak van de buurman daarnaast. Dat is wel heel apart. Hoe erg is de schade aan uw woning? De schuur is geraakt, dus er is flinke deuk erin. We zullen maandag maar eens iemand laten komen die de schade zou kunnen opnemen. De 50-jarige vrouw had volgens de politie 3 keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. Ik denk dat ze van zichzelf wel zou hebben kunnen weten dat ze een glaasje te veel op had. En ik vind het onbegrijpelijk dat je dus 3 keer iets ramt en gewoon het niet door hebt dat je iets gedaan hebt en door blijft gaan. Ja, een volwassen persoon die zo de auto instapt. Hoe haal je het in je hoofd, zou je bijna kunnen zeggen. Inmiddels is de vrouw weer vrijgelaten.